Wanneer begint een liturgische dienst eigenlijk? Wanneer start de Eucharistie? Technisch gezien wordt dat aangegeven bij ons in de kathedraal althans met het belsignaal, als de processie zich op gang trekt, de beweging door de middengang naar het altaar. En toch gaan we in onze verkenning van de connectie tussen kathedraal lezingen en liturgie naar een moment Vooraf. Het moment namelijk dat je de kerk betreedt. Ideaal gezien zou je een kathedrale Eucharistie moeten kunnen binnenkomen via de grote poorten. In de praktijk is dat zelden zo, maar laten we er nu eens van uitgaan dat dat wel mogelijk is. Je komt naar de mis in de kathedraal. En gaat binnen langs een van de twee grote poorten. Tussen die twee poorten is een beeld: een beeld van de patrones van onze kathedraal, onze Lieve Vrouw met het kind Jezus op haar arm. Zij begroet iedereen. Zij heet iedereen welkom, samen met haar zoon. Maar ze geeft ook iets aan van. Wat er van ieder van ons verwacht wordt als wij die stap zetten van de gewone wereld, het profane naar de wereld van de kerk, de liturgie, het sacrale. Ze geeft aan hoe je als gelovige geacht wordt om met een bepaalde instelling aan een liturgische dienst te beginnen. Die uh, instelling wordt verwoord in het evangelievers van de vierde zondag van de advent. Zie de dienstmaagd des heren, mij geschieden naar uw woord. Zie de dienstmaagd des heren. Onlangs hadden we met de kapel van onze lieve vrouw uh, in de kathedraal een studiedag over Maria. En daar hebben we geleerd dat dat woord dienst maakt, ja, dat is geen gemakkelijk uh, woord. We gebruiken dat ook niet zo. En het is dan nog een vertaling eigenlijk van een Grieks woord dat doorgaans als slaaf wordt uh, vertaald best. Wat heeft dat te betekenen? Is dat een zwak woord? Een Nederlandse professor heeft ons daar duidelijk willen maken dat het juist het tegendeel is. Dat het taalgebruik daar wijst op iemand die ontzettend sterk is. Hij gaf een heel mooi voorbeeld van hoe woorden die met dienstbaarheid te maken hebben vroeger krachtig waren en aan kracht hebben verloren en zelfs grotendeels verdwenen zijn. En hij wees daarop het woord knecht. Eigenlijk gebruiken wij dat niet meer, het woord knecht. Um, ja, alleen in het wielrennen, zei hij, en af en toe bij Sinterklaas, maar ook dat ligt al wat moeilijker. Nu, het Nederlands woord knecht heeft een verbinding met het Engels woord knight, ridder. Dat is eigenlijk hetzelfde woord, maar je hoort in dat ridderlijke ideaal iets van sterkte. Terwijl het op zich ook betekent iemand die volledig ten dienste staat van iemand anders. Elke ridder is een knecht. Het woord dienstmaagd in het Nederlands is verdwenen. Het betekent niet veel. En als we het dan koppelen aan dienstmeid of zoiets in de aard, ja, dan, dan lijkt het geen sterk woord. Terwijl het net is. Iemand die goed weet wat ze zegt, als God haar via de engel aanspreekt, en... Die goed weet dat haar ja ongelooflijke consequenties heeft. Hier ben ik, ik sta tot uw dienst. In mijn volle kracht wil ik meegaan met uw verhaal. Het is uw woord dat mij mag overkomen en dat richting mag geven aan mijn leven. Hier is een sterke vrouw aan het woord die zegt: zie de dienstmaagd des Heren. Wel, het is die krachtige houding die voor ons de uitdaging is, nog voor de liturgie begint. Zo willen wij binnengaan in elke liturgische dienst. En met Maria zeggen, hier ben ik, God, helemaal in uw dienst. Wij willen uw knecht zijn, uw ridder zijn, uw dienstmaagd. Met Maria willen wij die houding leren.